Hallo, mijn naam is Janina. In deze tutorial gaat het erom hoe u in de WLS heel eenvoudig schablonen aanmaakt, bijvoorbeeld voor nieuwe systemen. Stelt u zich de volgende situatie voor. U hebt een order ontvangen van een bouwbedrijf voor een omvangrijk sluitsysteem. In de allereerste plaats van harte gefeliciteerd. Met de gunning van de opdracht wordt u ook medegedeeld dat er in de toekomst nog meer bouwprojecten met sterk vergelijkbare parameters gepland zijn. Zou het niet handig zijn als u de inspanningen voor de planning van het systeem en het aanmaken van het sluitplan maar één keer zou hoeven te doen? Met behulp van de WLS en de mogelijkheid om aangemaakte sluitplannen als schabloon op te slaan, is dat geen probleem. Kijk, ik laat het u zien. We beginnen met het inloggen op de startpagina. Klik eerst op Winkhouse Locking Services. En vervolgens op het paneel Order invoer. Nu gaat u naar Nieuw sluitsysteem bestellen. Er gaat vervolgens een invoervenster open. Onder Commissie vermeldt u de naam van de commissie Bestelling. Bovendien selecteert u in het drop-down menu het type en de uitvoering. Daarna klikt u op Sluitobject registreren. Vervolgens gaan we naar de bestelinformatie. Hier voert u alle sluitelementen en sleutels in die deel uitmaken van het nieuwe sluitsysteem. Bij dit voorbeeld gaat het om een nieuw sluitsysteem voor een meergezinswoning. Geef eerst een naam voor de deur- en ruimteaanduiding en vervolgens het sluitingsnummer. Vul het aantal cilinders en sleutels in. En kies met behulp van het drop-down menu cilindertype, kleur en afmetingen. Wenst u een uitboorbeveiliging of een kleur voor de sleutelkap? Deze of andere opties kunt u hier toevoegen. Tot slot bepaalt u nog het type systeemtype. Z voor centrale cilinder, E voor monosluiting. Deze pictogrammen aan het begin van elke regel staan voor snelle functies. Het slotteken kopieert bijvoorbeeld de regel. Zo registreert u identieke of soortgelijke sluitingen nog sneller. Ook kunt u tekst en planposities invoeren. Wilt u de volgorde van de regels aanpassen? Dat gaat heel eenvoudig door ze te verplaatsen. Hebt u alle sluitingen ingevoerd? Dan gaan we nu verder met het registreren van de sleutels met een hogere hiërarchie. Ga hiervoor naar het overzicht. In de tabel voert u gewoon het sluitingsnummer, het aantal sleutels, de sleuteldefinitie en de beschrijving van de hoofdsleutel in. Daarmee is de bestelinformatie compleet. Ga naar het sluitplan. Hier wijst u nu de functies toe. Gebruik hiervoor de functieregistratie, bijvoorbeeld 100S1-4,z. Of voer de functies met een muisklik in. Heel handig, bij identieke sluitingsnummers worden de kruisjes en de i's natuurlijk direct meegegeven. Het aangemaakte sluitplan kunt u nu voor toekomstige bestellingen als schabloon opslaan. Klik op de betreffende knop en geef een eigen naam aan dit schabloon. Klaar om te bestellen? Ga dan via Order invoer naar het paneel Nieuw sluitsysteem registreren. Klik hier op de knop Schablonen. Hier vindt u alle sluitplannen die u tot nu toe als schabloon hebt opgeslagen. Zoek het betreffende plan en klik op Verzenden. Het sluitplan uit het schabloon wordt geüpload en verschijnt nu op het beeldscherm. Bewerk en wijzig deze nog naar wens en bestel er direct mee bij Winkhouse. Wilt u het aangemaakte plan afdrukken? Vraag met één klik het kant-en-klare sluitplan als Excel-bestand aan. Dit wordt dan in uw postvak in het Winkhouse-portaal geplaatst. Klik opnieuw op het pictogram Verzenden om het te verzenden. U hebt het gezien. Met de WLS en de modelfunctie bespaart u waardevolle tijd. En mochten er achteraf toch nog aanpassingen in het sluitplan nodig zijn, dan is dat helemaal geen probleem. Zo regelt u vandaag de dag sluitsystemen met order management.